vind het nog steeds heel gaaf dat ik botten in mijn hand heb die 120 miljoen jaar oud zijn. Want zo oud is die dinosaurus. En dan stel ik me voor hoe dat destijds geweest moet zijn. En ja, dat vind ik echt heel erg tof. Ja, geeft een goed gevoel. Mijn naam is Corné Rovers. Ik werk als data-analyst bij Mensis. Ja, in mijn vrije tijd ben ik te vinden in het Dinosaurusmuseum. En prepareer ik dinosaurusbotten. Ja, dat ik dit nu kan doen is echt heel erg top. Ik ben er echt super blij mee. En ik was ook een van de eerste die zich had aangemeld toen dat artikel in de krant stond. Ik dacht, dit is precies voor mij bedoeld. De dinosaurus is 25 jaar geleden opgegraven in Amerika. Het is niet zo dat je één enorme blok steen hebt en dat daar ergens iets van botten in zitten. De botten worden wel al zo schoon mogelijk opgegraven. De uitdaging in dit werk is eigenlijk om een bot echt zo mooi mogelijk uit het steen te krijgen. En ook zo mooi dat hij ook geschikt is om in het skelet te komen. Hoewel het best vaak gebeurt dat een bot kapot gaat en je dat ook weer prima kan lijmen, is het soms toch ook wel een beetje een walk of shame om naar de koelkast te moeten lopen en het tubelijm eruit te halen. Mijn collega's bij Mensis vinden het heel leuk dat ik deze hobby heb. Tenminste, ze vragen heel vaak naar. Hoe is het nou met het skelet? Is het nou een keer klaar? Hij wordt 25 meter lang, dus die zie je niet over het hoofd. Nou, wat ik hier geleerd heb is geduld. En dat is in mijn werk bij Mensis ook wel handig. Je leert ook wel werk uit handen geven, zeg maar. Dus ja, vertrouwen geeft wel meer snelheid en meer resultaat.